Hallo en welkom bij de 12e aflevering van de Pratende Adventskalender. Ik ben Carina en ik ben blij dat jij weer luistert. Vandaag gaan we het hebben over een prachtige kersttraditie die veel mensen graag in ere houden. Het maken van kerstkaarten en het versturen ervan. Deze kleine gebaren van vriendelijkheid zijn niet alleen een manier om je beste wensen over te brengen, maar ze bieden je ook een kans om creatief bezig te zijn en persoonlijke verbindingen te versterken. Kerstkaarten hebben een lange geschiedenis en zijn een tijdloze manier om je kerstgroeten met anderen te delen. De traditie van het versturen van kerstkaarten begon in Engeland in de 19e eeuw. De eerste commerciële kerstkaart werd ontworpen door John Callcott Horsley in 1843. En sindsdien is het versturen van kerstkaarten een geliefde manier geworden om de feestdagen te vieren. Het idee was eenvoudig maar krachtig. Een manier om warme wensen en feestelijke groeten te delen met vrienden en familie. Zelfs als je niet fysiek aanwezig kunt zijn. Vandaag wil ik jou inspireren om je eigen kerstkaarten te maken. En ik heb enkele creatieve ideeën voor jou om aan de slag te gaan. Mijn eerste idee, handgemaakte kerstkaarten. Er is niets zo persoonlijk als een handgemaakte kerstkaart. Je kan beginnen met een lege kaart en deze versieren met tekeningen, stempels of schilderijtjes. Overweeg om een kerstboom of sneeuwvlokken, een rendier te tekenen. Of gebruik glitters en stickers om je ontwerp op te fleuren. Dit maakt elke kaart uniek en speciaal voor de ontvanger. 2. Fotokaarten. Een andere populaire manier om kerstgroeten te versturen is door een fotokaart te maken. Dit kan een foto zijn van je gezin, je huis versierd voor de feestdagen of zelfs een schattige foto van je huisdier in kerstoutfit. Fotokaarten zijn een geweldige manier om een persoonlijk tintje toe te voegen en je geliefden een kijkje te geven in jouw feestvieringen. Dan heb je nog de pop-up kaarten, zoals dat wordt genoemd. Die hebben een extra wow-factor. Dus je kan overwegen om een pop-up kerstkaart te maken. Deze kaarten hebben een driedimensionaal element dat opengaat als de ontvanger de kaart opent. Dit kan een pop-up zijn van een kerstboom, een sneeuwlandschap of een kerststal. Er zijn veel tutorials online die stap voor stap door het proces leiden. Dan heb ik als vierde de eco-vriendelijke kerstkaarten. Als je milieubewust bent, kan je overwegen om eco-vriendelijke kerstkaarten te maken. Gebruik recycled papier of zelfgemaakt papier met zaadjes erin die kunnen worden geplant. Dit voegt een extra laag van duurzaamheid toe aan je kerstgroeten. En het biedt de ontvangers de kans om iets moois te laten groeien van de zaadjes. Kerstkaarten versturen is niet alleen een manier om groeten te delen, maar ook een kans om je waardering en liefde te tonen. Het ontvangen van een kerstkaart kan echt een glimlach op iemands gezicht brengen en hen herinneren aan hoeveel ze voor je betekenen. Dus neem de tijd om enkele kaarten te maken. En overweeg ook om je kaarten persoonlijk te schrijven. Een handgeschreven boodschap voegt een warme persoonlijke touch toe, die vaak meer gewaardeerd wordt dan een automatische boodschap. Dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je hebt genoten van de virtuele tour over het versturen van de kerstkaarten. En ik hoop ook dat je hierbij wat inspiratie hebt opgedaan voor je eigen feestelijke seizoen. Bedankt voor het luisteren en voor je deelname aan de Adventskalender. Ik kijk er naar uit om je morgen weer te verwelkomen voor nog meer vreugde, nog meer inspiratie. Tot dan en fijne feestdagen!